Want dan pak ik zo'n kleurtje wel, hoor. Bro. Ik kon niet meer remmen in die bocht, jongen. Kijk hoe jullie die bocht nemen. Waarom ik hier naartoe? Nee! Dit is niet mogelijk in de sneeuw, wel. Ik weet niet of dit mogelijk is in de sneeuw. Wacht, hoe ga je... Nee! Nee, je lul! Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij weer een nieuwe GTA 5 online race sessie hier op mijn kanaal. Vandaag zit ik hier samen met Mike, hallo. Hallo. Sam, kijk uit! Ik ben er geland! Oh, die was Bies, jongen, samen met Tibo. Hallo. En samen met Angelo. Yo. Het is vandaag kerstmis, dus ho. Merry Christmas allemaal. Merry Christmas. Bedankt voor alle support. Bedankt allemaal voor het intunen. En zoals je kan zien, ligt er ook sneeuw. Dus als ik heel eerlijk ben, heb ik geen idee of de races van vandaag haalbaar zijn. Want door de sneeuw kan je niet remmen, kan je niet sturen. Zijn walrijden 10 keer moeilijker. En wij zijn een stuntrace gestart. Nou. Succes! Oké, daar gaan we, hoor. Ja, je moet gewoon in het midden blijven. En het probleem is, als je gaat sturen... Dan gaat het fout. Oké, de flip doet het bij mij. Wie ligt er eerste, joh? Ja, dat ben ik. Oh, lekker bezig, man. Nee. Ja, het is kerstmis, dus het moet aardig zijn. Liever wil ik gewoon dat je crasht, maar dat ga ik natuurlijk niet zeggen tijdens kerst. Nee. Dat zeggen we wel weer als kerst voorbij is. Ja, ik ga wel even achter me kijken. Oh, daar komen ze aan, denk ik. Ja, daar komen ze! Let's go! Yes. Woo! Oh, nu ben ik het zelf daar, bro! Ja, is er hier aan voor, jongens. Jan. Niet laatste worden, hè? Nee, ik doe mijn best. Oké, fair enough. Nee, ik moet je zeggen, hij is echt wel goed te doen. Wow, in de sneeuw. Wat een gek, jongen. Als je een witte auto hebt, dan zie je hem gewoon. Ja, ik zat eraan te denken. Als je nu gewoon een ice white livery of lak pakt, dan zie je helemaal niet meer rijden, nou, hè. Ik ben benieuwd naar de volgende race. Dan pak ik zo'n kleurtje wel, hoor. Bro. Ik kon niet meer remmen in die bocht, jongen. Kijk hoe jullie die bocht nemen. Ik had precies hetzelfde, gek. Die bocht die is echt niet te doen, ouwe. Sowieso, waar je heel kort moet afremmen. Maat, ik zag dat Angelo me wilde beuken. Oh. Maar in plaats van dat Angelo me kon beuken, reed ik al tegen een lantaarnpaal of zo. Ja, dat is niet meer een beukje. Oh, kut. Ik zit achter me te kijken. Ik weet ook weer niet wat er allemaal gebeurt, joh. Nou, Angelo, je ligt nog steeds eerst, ondanks dat jij even op ons hebt gewacht. Jongens, niet weer hetzelfde als aan het begin! Ik was het alweer vergeten, man! Ja, nu lig ik er weer achter en Mike ligt weer hier vast. Ja. Dit is echt een... Oh! Dit is echt een déjà vu, jongen! Ja, ik doe hem aan! Die sneeuw is niet te doen, joh! Oké, let op, jongens, let op. Rem op tijd. Rem op... Die wou echt gewoon niet remmen. Ik zei het nog, hè! Die Angelo die heeft gewoon vrij baan, jongen. Die denkt ook, ja, ik rijd lekker door, hoor. Wie gaat er als eerste stunt in? Oh, hij rijdt niet door! Ja, jammer, vriend. Jammer. Wie gaat er als eerste stunt in, Mike? Of gaan we naast elkaar? Kom, we gaan naast elkaar. Naast elkaar? Jawel. Het is kerst, hè. We hebben zoveel races dit jaar geraced. Ja, maar gaat toch niet lukken daar? Dan gaat dit passen. Oké, je gaat proberen. Nee, dat gaat niet passen! Ik heb hem voorlopig wel, ja. Oké, nice. Ja, dan lig ik voorlopig ook keihard laatste. Ah, dat ben ik. Oh, lig jij nog verder? Was je niet gerespawnd? Nee, ik dacht ik ga hem nog een keer proberen, maar ik had geen genoeg snelheid. Oh. Mike, als we ze nu nog inhalen, jongen, dan ga ik echt lachen, bro. Hop, goede landing in flip. Echt wel serieus een soepele flip, man. Ik denk ook serieus dat je een montage kan maken van dit jaar. Hoe vaak ik zeg van, dit is echt een goede stunt. Volgens mij heb ik dat echt gewoon 1000 keer gezegd. Hey Timo, ik spring gewoon over je... Wow, nee, ik ga onder je door! Maat! Ik wil ook eens breken, hè? Ja, ik wil eigenlijk over je heen springen, want ik had geen grip meer om omhoog te gaan op die wallride. Wat, dan komt de rest aan. Moeilijker dan de stunt. Hey!
Je moet remmen voor de bocht. Ja. Deze man. Hey, zullen we gewoon, omdat het kerst is, alle vier tegelijk over de finish gaan? Oh, neem elkaar maar mee. Ja. Ja, goed. Ja, dit gaat super. Hey, Angelo, allemaal tegelijk over de finish. Hij gaat er vandoor, jongen, deze man. Neem ik dan een voorsprong? Een klein. Tot in de race 2 zeker neem je de voorsprong mee, of niet? Er staat daar een boom, bro. Ja, kijk. Nee. Die boom gaat al heel lang zijn. Ja, die boom die staat er al 9 jaar. Oké, Timo, kom je, dan gaan we allemaal tegelijk over de finish. Oh, jongens, pas op. Oké, kom. Informatie. Oh, je bent er bijna. Merry Christmas. Oké, daar komt hij. Ja, rustig rijden, kom op, ja. Ja! Ja! En ik ben eerste! Hier, die voor jullie! Wie was de laatste? Ik. Het stond echt eerst. Oh, mooi man. Dat was wel de eerste race, dus we gaan door naar race 2. De volgende race gaat beginnen en dit is een heen en weer stunt. En context staat aan. Dus, ik wens iedereen heel veel succes. En ik zou als ik jullie was wel... Waarom lijk ik als enige deze kant op? Komt goed. Ja, weet niet. Daar ben ik als eerste namelijk. Ik zou als ik jullie was zo snel mogelijk die stunt halen. Want als je de enige bent die terug moet, dan heb je een probleem. Nice. Soepel. Dat is een goede looping, man. Alleen nu... Waar moet ik naartoe? Nee! Dit is niet mogelijk in de sneeuw, of wel? Ik weet niet of dit mogelijk is in de sneeuw! Wacht, hoe ga je... Hoe ga je daar naar de andere kant moeten komen? Ja, je kunt wel naar die ene kant springen. Ik had het bijna gedaan. Oh, echt? Ja, maar kan je niet... Als je langzamer rijdt, dan moet je sowieso wel kunnen sturen. Alleen... Oh, jawel. Het is te doen. Je moet een beetje je gas loslaten, jongens. Ja, dit is dus een probleem met sneeuw. Sommige stunts die zijn echt 10 keer moeilijker, man. Maar ik ben er nog op. Ik heb een nep checkpoint. Oké, daarna is die te doen. Jawel, je moet alleen dat stukje halen. Soepele stunt. Ja, dit gaat niet. Het probleem is nu, ik kom zo meteen terug, hè. Makkelijke stuntraces voor de level Asian races. Nu moet je wel opletten op de terugweg. Want wij moeten nu helemaal aan het einde de andere kant op, Mike. En dan is die denk ik moeilijker. Omdat je dan wel volle snelheid hebt. Ben benieuwd. Oh, wacht. Nee, jullie gaan geen rijenacties doen, hè. Jongens, pas op! Ik heb hem terug! Nee! Dank je! Ik heb hem terug al! Maat, je moet echt serieus je gas loslaten, wil je hem halen. Gewoon heel rustig naar boven sturen en eigenlijk al, voordat je in de buis zit, jongens. Voordat je in de buis zit, moet je al naar boven sturen. Dus dat je er net langs glipt. Oh ja. Oh, ik cheat hem niet. Ik cheat hem niet! Oh, sorry Mike! Ik had je niet gezien, ouwe! Ik ben aan het toegevlogen door die turbo. Door die turbo? Hoe zeg je tanken, Timo? Tanken? Dus als jij gaat tanken, dan zeg je ik ga even tanken, jongen. Ja. Ik vind het zo mooi, jongen. En je moet wel naar de andere kant, hè? Wie rijdt er daar gewoon over die muur heen? Oh, ik join je in het water. Ik kom de walrijd niet meer op. Ja, even een nieuwjaarsduik, hè. Of ja, nee, het is kerst. Een kerstduik. Een kerstduik. Ja. Ik kom achter je aan, man. Gewoon meteen naar boven sturen, Thibaut. Eerder. Je moet eerder al naar boven sturen. Dan kom je aan de andere kant. Naar boven, auto. Oh. Zo. Gaat het daar? Zo. Ik heb er nog op. Wat een race in de sneeuw, jongen. Dit is echt wel serieus moeilijk. Mike, we hebben Timo gelapt. Ja, Angelo ook, dus... Oh, kijk uit! Zo, ik dacht dat ik ga vliegen. Ik denk dat ze nog ineens een stunt gaan zien. Ik denk serieus dat ze heel die walrijd niet eens gaan zien, inderdaad. Ik heb zoveel tips gegeven, jongens. Ja, ik heb niet gezien. Nutteloze tips. Nee, kom op, ik heb echt mijn best gedaan. Ik probeer jullie echt serieus te helpen. Oh, dat was niet zo soepel. Oké, nu al naar boven, nu al naar boven. Ik heb in left. Pas op! Oké, ik lig in het water. Nee, dit is gewoon een anti-bouwje race. Wie is die X21 die gewoon in één keer compleet die walrijd opstuurt? Ik ga hem zo cheaten, hè. Oh, ze zijn er nog steeds aan het proberen te cheaten. Als je hem nou gewoon normaal probeert, hè, dan heb je waarschijnlijk meer kans op... Pas op!
Ik heb hem niet, jongen. Ik heb hem niet. Ook niet. Oh, je moet gas loslaten. Wat zeg ik heel de tijd? Oh, nee, Angelo, dat heb ik echt. Ik zeg, ja, maar... je moet een beetje remmen, een beetje gas loslaten, eerder insturen. Ja, maar dat eerder insturen, dat weet je niet. Maar deze man die komt er 5 minuten later achter. Ja, komt door Belgisch internet. Oh ja, hij moest aankomen. Oh, ik moet weer naar boven, Oh ja, gas loslaten helpt inderdaad. Dat zeg ik heel de tijd, jongens! Nee, yeah. Dit kan echt niet. Hey, alsjeblieft. Oh, pas op. Oh. Ja, ik... Lekker. Dit was echt een anticlimax, jongen. Ik bleef maar spinnen en ik moest wel respawnen. Maar ik ga wel eerste worden, jongens. Hey, Yo! Nou, nog even door de finish heen. Dan kan Mike de DNF-counter zo meteen starten. En dan hoppatee. Onder op de walrijd beginnen. En dan net voor de buis alvast beginnen met naar boven sturen. Nu naar boven. Gas los. Ja. Dan op de walrijd. Oh, bijna! Maat! Dit kan je nog wel. Ja, dat was... Ik was gewoon eerder moeten finishen. Dan had ik eerder de diff kunnen geven. Ik heb hier meer nodig, Jan. Ik kan het niet maken, Jan. Ik ga nog een laatste keer. Ik echt. Oh, echt? Kan je loopje cheaten? Ja, je kan gewoon die rempen en naar rechts springen. Ah, dat hebben we niet nodig, joh. Hij heeft gewoon geen enkele keer gehaald. Hij heeft geen eens de hele race kunnen zien. Nee. Hey, ik kan je zeggen, het was een mooie race verderop, Angelo. Ja, dat kan ik geloven. Wat wij dan gaan doen, is we gaan door naar de laatste race van vandaag. Dat is... Nee, jammer. Ik had nog hoop. Dat is race 3. De laatste race gaat beginnen en het zijn 2 laps in totaal, maar het is wel een lap van 8 kilometer. Dus ja, ik probeerde eigenlijk 1 lap aan te zetten, maar dat kon niet. Want het was of 2 of 98. En 98 is een beetje te veel. Dus we gaan het meemaken. Het is een nieuwe Entity. Oh, de nieuwe supercar. 8 wiel aangedreven deze jongens, dus let op in de bochten. En, wel mooi, wel. Ja, het is echt wel een mooie auto. Mike en ik hebben hem al custom. Die video kun je nog uitchecken op mijn kanaal. Even reclame voor mezelf. Dan weet je nu al hoe die eruit ziet. Dat is ook wel een beetje jammer, maar... We beginnen met een looping. Oké. Dat moeten we allemaal halen, jongens. Ja. Hop. Wat? Die cheat hem! Nee. Oh, Angelo. Deze man die cheat hem! Oh. Niet cheaten, ja! Dat gaan we niet doen, Angelo. Nee. Ik heb hem ernaast gebeukt. Oké, ja, Thibau, is dit mogelijk in de sneeuw? Nee, deze is echt niet mogelijk. Jawel, ik krijg gewoon door, hoor. Oh, echt. Ik krijg gewoon door. Wow. Je moet serieus... Je moet een volle snelheid doen, want anders kan je hem niet halen. Ik heb hem. Dit is echt vet in de sneeuw ook. Yo, we hebben wel geluk met de races, want... Uh-oh. Want sommige zijn echt niet mogelijk. Op die buis moet je een kant kiezen, jongens. Alleen niet te snel, want ik ben bang dat ik er tussen glij. Oh, ik ben er bang voor dat het gebeurt ook! Ja. Wacht, kan ik de checkpoint voor de 4 pakken? Wacht. Ik heb hem! Ik heb hem keihard gecheat, jongen. Maar nee, alternatieve route. Dat is het. Alternatieve route. Ah, die buis is toch niet moeilijk, of wel? Jawel, totdat je gaat glippen. Dus oh, daar gaat hij. Oh. Easy, jongen. Oké, hij heeft hem. Timo, ben je er ook? Ja, ik zit nu op de buis. Oké, dan gaan we doorrijden. Let's go. Maakt het welke bus of niet? Nee, maakt niet uit. Even niks rechter. Op elkaar gewacht. Gaan we aardig doen, Angelo? Ja. Oké, dank je. Niet cheaten, hè? Nee. Gaat hij weer cheaten of niet? Hij heeft hem weer gecheat, hè? Serieus? Ja. Wow, Mike, die cheat hem ook, joh! Ja, maar rij, Angelo! Ik haal je in, bro. Ik zit nog achter je. Wajo. Kijk uit nou, wat doe je? Ja. Nee, nu sta je mij. Waarom sta je mij af? No. Die gast, je stuurt naar links. Ik was je aan het inhalen, bro. Je zat in mijn dode hoek. Oh, sorry. In dat geval, sorry. Zo'n moderne supercar van 2,5 miljoen heeft ook geen dode hoek sensor. Nee. Ik moet je wel zeggen, als je een auto hebt met dode hoek sensor, dat is echt serieus fijn. Het scheelt zoveel gedoe. Oké, de terugweg. Het is opnieuw een heen en weer stunt dus, jongens, want ik rijd nu weer terug. Nice. Dit is echt eerder een schaatsrace in plaats van een autorace. Oh, die looping kan je heel makkelijk cheaten. Ja, dan komt er die sneeuw, joh. Ja. Zo, wie komt er hier dan? Thibau, jij gaat snel, ja, gek! Ja, dat ben ik. Wow, yo. Let wel op aan de bovenkant, hoor. Ik zit in je slipstream. Ik kan niet remmen. Oh. Ja, ik kan niet remmen omdat ik in je slipstream zit, bro! Oh, ik kon nog bijna doorrijden, jongen! Oh, die was als ik daar kon doorrijden, was die echt mooi geweest, maar... Nee, helaas.
Nou, dan gaan we achter Angelo aan. Jij beuk hem maar, Mike. Beuk hem maar. Wat een checkpoint. Hij is nog niet genoeg gebeukt vandaag, joh. Gebeukt met mijn eigen ook. Angelo, jij gaat hem ook niet halen, hè? ik heb hem ook niet. Deze, waarom was hij op de heenweg zo makkelijk en nu niet? Iemand ja, gaat ernaast, ik zag het. Dat was ik. Nee! Nee, je lul! Hij schaaft ook gewoon langs me en meteen ga ik in de slip door die sneeuw, jongen. Maar het is wel plaksneeuw, want zelfs aan de zijkant van de stunt zitten. Dus daar ben ik niet zo blij mee eigenlijk. Oh, oh. Ja. Nee, ik kon geen gas meer geven. Ik glip er gewoon naast. Zij komen zo meteen ook weer terug, hè. Dat moeten we wel even onthouden. Ja, ik hoop dat we tegen dan dus de checkpoint hebben. Kom op, auto. Oh, ik glip er helemaal naast, maar ik ben er nog op. Dan glip ik er dus niet naast, maar je snapt wat ik bedoel. De tweede is makkelijker. De eerste die is moeilijker dan de tweede. De tweede die gaat meer recht omhoog. Dat is wat she said, maar... Sorry. Ik had hem al lang niet meer gemaakt. Ja, af en toe mag het, toch? Die looping cheat, zoals iedereen doet, gaat veel sneller. Hop. Nice. Ja, dat is wel heel makkelijk om die looping te cheaten. Dan zijn we volgens mij nu allemaal weer bij die stunt, hè? Ja. Oké. Ik heb een freestyle, let's go. Echt? Ja. Oh, beast, man. Lekker bezig. Oké, ik heb de eerste, maar de tweede is moeilijker, zoals we net achter zijn gekomen. En ik heb... De tweede ook. Ik heb hem ook first try. Let's go. Lekker. Nice. Oppassen voor de buisjes hier, want dan ga je door glippen. Je wil die buis zo snel mogelijk nemen. Alleen, er zit hier een klein sprongetje, dus dan moet je een klein beetje afremmen. Anders vliegen we ernaast. Oh, ik vlieg. Ja, dat bedoel ik dus, Mike. Oh, pas op. Oh, die verengt de rem. Je lijkt me af, jongen. Oké, nice. Ik heb hem nog alles onder controle. Ja, daarom. Even remmen hier. Hop. Zo. Oh, hij gaat hem wel helemaal doen. Nu weten we wat er sneller is. Ja, ik ben ver uitgelopen, man. Ja, maar ik ga nu met snelheid die looping in, hè. Ja, dat is wel waar, want nu ga jij sneller deze spiral stunt in, maar... Nee, ik leg nog steeds ver voor je. Boy, yo! Die man, jongen. Ik zat naar Mike te kijken, ja. Nou, daar gaan we. Nu kunnen we met z'n drieën terug en Angelo is de enige die nog heen moet, dus... Oh, hij komt eraan! Yo, je mist! Oh. Waarom moet je nou alleen weer mij raken, Angelo? Ja. Makkelijk. Wat heb ik je aangedaan? Ik weet het ook niet. Nee? Oké. Nee. Dat zou ik ook zeggen. Ik heb je wat door. Iedereen cheat die looping, jongen. Ik zie het wel. Ja, het is toch snel, hè? Dus waarom zou ik het niet doen? Nee, fair enough. Maar nu... Oh, ja, je hebt een custom natuurlijk. Ja, wij lopen in. En het gaat er nu alleen maar om... Hij is ernaast. Het gaat er nu alleen maar om wie... Wow, deze stunt terughaalt. En wie hem als eerste haalt. Wacht, nu ben ik er. Holy moly. Ik ben er nu met volle snelheid. Ik weet niet of dit handig is. Ik kan beter een beetje remmen. Dat is niet handig. Heb je een mic? Ik heb hem. Ah, dat meen je niet. Waarom was je niet even gecrashed? Dan kon ik eerst worden. Oh shit, ik vergeet te remmen. Nee, Sil. Ben je even vergeten te remmen? Ja. Want dan heb ik nog een kans. Hoe ver sta ik achter? Volgens mij 10 seconden nog. Oh! Ik vergeet ook bijna te remmen hier. Wow, ja, yo. Ja, die bocht, ja. Je bent er helemaal niet voorbereid. Oké, oh, Mike. Even Mike inhalen. Nee, het werkt niet! Nee, wacht. Ik had een boost. Nee, er ligt daar een boost. Ik ben echt vlak achter je. Nee. Oké. Wie maakt een foutje? Mike maakt nu al een foutje. We liggen echt vlak achter elkaar nu. Maar jij pakt nu van binnen naar buiten. Ik van binnen. Jij pakt van buiten binnen buiten. Ik pak er van binnen buiten. Snap je hem? Ja, ik snap hem. En ik zit ook in je slipstream, dus... Oh, nee! Nee, die sneeuw! Ik drift er helemaal, jongen! En hier is de finish. Nee. Nee. Deze man drift weg in de laatste bocht. Oh, Timo! Ja, ik geef het op, want ik kan hem niet meer halen nu. Dit meen je niet! Ja, ik ja... En dan heeft Timo nog een DNF. Angelo, ga jij nog finishen? Nee, kleine straat. Nee. Dit meen je niet, het was daar naar rechts. Ik haat de sneeuw. Dan hebben de twee Belgen een DNF, Angelo en Timo. Dat is goed gedaan, jongens. Maar, dan staat hierbij deze video er ook weer op. Dus mocht jullie hebben genoten,
Ram er natuurlijk kaart op, lijkt op, zou ik super gaaf vinden. Allemaal vrolijk kerstfeest, Merry Christmas, thanks voor alle support. Check natuurlijk ook het kanaal van Angelo uit, check het kanaal van Mike uit, check het kanaal van Tibo uit, check de races uit, check alle links uit. En we zijn snel mogelijk weer terug met een nieuwe race sessie. Dus hopelijk ook weer tot de volgende keer. Doei. Bye bye. Doei.